naar deel 1 van ons interview is er wel heel veel gebeurd. Het ging wereldwijd viraal. We hebben inmiddels een Spaanse ondertiteling, Fins, Frans, Italië heeft het uitgebracht. Het is echt ongelooflijk. Ja. Hoe is het met jou gegaan daarna? Ja, ik heb dit nog nooit eerder in mijn leven meegemaakt. Het zat ook niet echt in mijn beleving om te denken van dat dit zou gaan gebeuren. Ik was eigenlijk met iets heel anders dit aangegaan. Mm-hmm. En misschien is het goed om dat toch even te vertellen. Ja. Ik heb een heel zwaar en heel heftig leven meegemaakt, zeg maar, tot nu toe. Mm-hmm. Wat zich heeft gesplitst in een één leven en een twee leven. Het werkelijk doodgaan. En ik heb eigenlijk de laatste 2,5 jaar voor mezelf besloten om de trauma's die ik heb opgelopen in mijn leven, en dat zijn er nogal wat, om daar wat mee te gaan doen. Want ik liep vast. Opnieuw? Ik liep vast in mezelf, ja. Dus ik heb het geluk gehad om een specialist te kunnen omarmen, die juist traumaverwerking kan begeleiden. Mm-hmm. En daaruit ben ik stapjes gaan maken die ertoe hebben geleid dat ik uiteindelijk het ook wilde delen voor het publiek, zoals we nu hebben gedaan. Dapper. Dat is een stuk verwerking, maar het heeft ook alles te maken met mijn nieuwe leven, wat inmiddels al een kleine 22 jaar aan de gang is. Ik ben een positief leven begonnen, ik ben een sociaal-maatschappelijk ondernemer geworden en ik ben heel begaan met het leven. En ik zag, vooral vanuit Nederland, want Nederland is zeg maar een land waarin nogal in hokjes wordt gedacht. En waar vaak ook een cultuur zeg maar voortdijt vanuit een stuk onwetendheid, maar ook vooral vanuit angst. En ik zag hem al komen, want de manifestaties waar ik nu mee bezig ben in mijn leven, die worden dusdanig groot, wereldwijd, gedragen door de mens, dat ik hem al aanvoelde komen. Als ik niet schoon ben in mezelf en niet schoon ben buiten mijzelf, dan ken ik de Nederlanders in zijn mentaliteit helaas te goed. Als iets mooi wordt en iets succesvol wordt, dan moet het kapot. Dat is ongeveer de traditie in Nederland. Mm-hmm. Er zijn weinig dingen die in Nederland worden bewierookt. Ja, als ons voetbalteam de wereldkampioenschappen wint, dan zijn we allemaal blij en dan is het positief. Maar als het gaat om werkelijke dingen die voor ons goed zijn, dan word je vaak afgebroken. En ik dacht van, als ik van binnen via de traumaverwerkingen steeds schoner word, steeds steviger word, steeds krachtiger word, net als de manifestatie buiten mij, dan gaat het moment ook komen dat de Nederlanders die nare neiging weer gaan vertonen van, we maken het af. En dan kan je beter maar je straatje volledig schoonmaken, alles helder maken, waar je vandaan komt, dan kunnen ze daar verder niks meer mee doen. Want het gaat uiteindelijk niet om mij, het gaat om de manifestatie. Want zo gauw een manifestatie gerealiseerd is, ga ik weer wat anders doen. Dus op die manier ben ik erin gaan zitten om het van mezelf uit te krijgen. Het heeft me enorm opgelucht, het heeft me enorm bevrijd. Het was werkelijk een bevalling. Ik vond het ook heel heftig. Ik moet zeggen dat ik wereldwijd heb gezien wat er is gebeurd. Ik heb inmiddels gehoord dat er meer dan 18 miljoen mensen het interview hebben bekeken. Ja. Deel 2 weet ik trouwens niet hoeveel dat er zijn, maar van deel 1, wat al eerder uit was gekomen, al meer dan 18 miljoen. Deel 2, wie weet nog meer of hetzelfde. Dat ging natuurlijk niet meer alleen over mij, maar ook over de huidige machtsstructuren hier op aarde, het financieel stelsel, dat de mensen dat ook eens moesten weten. Maar dat dit zou gebeuren had ik niet verwacht. Nee. Ik had het ook niet gehoopt of zo. Het was meer voor mezelf en voor hetgeen wat ik aan het creëren ben. Want ik heb te maken met heel veel mensen om me heen. Ik heb al 5000 mensen in een manifestatie om me heen staan.
in 5 verschillende landen. Ik draag daar een stuk verantwoording over, omdat ik ooit een initiatie ben begonnen, een manifestatie ben begonnen. Later zullen we het misschien ooit nog eens over hebben waar dat over gaat. Maar ik had zoiets van, het zal niet zijn door mijn verleden, door mijn donkere periode, dat ze er straks weer gehakt van gaan maken. Nee. He, want vertrouwen, dat komt te voet in Nederland en het gaat te paard. He, allemaal angst hoor, maar goed. Mensen weten ook niet waar ze het precies over hebben. Waar zeggen, waar komt dat vandaan? Heb je het nu over dat in mensen zelf zit? Of is het echt een hogere machtsstructuur die dit bewust bewerkstelligt? Dat men kapot maakt wat goed is? Ik heb... Ik geloof al in deel 1 en anders was het in deel 2. Maar ik heb ergens jullie al gewezen, en het wordt bijna een reclamespotje, op de protocollen van Zion. Ja. De protocollen van de wijze van Zion. Mm-hmm. En ik blijf erbij dat als mensen dat nou eens gaan lezen, dat ze beter snappen waar ze zelf in zitten. Nu heb ik al reacties gekregen van mensen die het werkelijk zijn gaan lezen en ze waren overwhelmed. Ja. Echt. Ja. Van wow. We zitten letterlijk in een tijd wat daar staat geschreven, terwijl dat al een oud document is. Mm-hmm. Dus steeds meer mensen beginnen te snappen waar alle reacties van onszelf ook vandaan komen. Want we praten over een matrix. Ooit is er een film van gemaakt, ja. Het werd zelfs een trilogie, 3 stuks. Ja. En dan denk ik van wauw, het is maar een filmpje, maar het laat zo zien waar de meeste mensen in zitten, in een soort van droom die niet de werkelijkheid is. En je zal maar in die droom zitten. En dan kom ik met een verhaal. Dat is gebeurd. Ik moet zeggen, voor zover ik het weet, meer dan 95-96%, een grove inschatting, is overweldigend positief. Het is ongelooflijk positief. Ja. Weet je dat er zelfs voor jullie gebeden wordt wereldwijd? Ja. Dat er teams geformeerd zijn om jullie te ondersteunen, om je werk verder te gaan doen. Ja, het is mooi. Het is ongelooflijk wat er is gebeurd. Ja. Aan de andere kant hebben we ook gif zien komen. Het arsenicum. Hè? De biologische maaltijd was de reactie met een beetje arsenicum erin om het kapot te maken. Ja. Het is vaak een energetisch mechanisme. Wat soms dat de mensen niet eens in de gaten hebben door hun heen werkt. Op hun angsten werkt. Mm-hmm. Want als ik de waarheid spreek, dan zou het zomaar kunnen dat de wereld en de werkelijkheid waar ze nu in zitten, de comfort, gaat wankelen. Afbreekt, ja. En dat is eng. Ja. Want verandering is eng. Ja. Dus je hebt al angsten, je krijgt er nog angsten bij. Dan is het veel makkelijker. Dat hebben ze wel ook bij mij een beetje geprobeerd inmiddels hoor. Om mij af te breken en te proberen te bewijzen dat ik een leugenaar ben, een fantast, en nou, noem het hele scala maar op van wat je allemaal kan verzinnen, om maar niet die waarheid te aanvaarden, want ik spreek de waarheid. Dit is waarom ik getrouwd ben met een vrouw, al meer dan 10 jaar, hierom. Ik zeg wat ik zeg, ik doe wat ik doe, en het klopt. Want ik heb daarin niet zoveel te verbergen. Ik heb een stukje te verbergen over mijn oude leven, mijn eerste leven. Dat is puur bescherming van mezelf, maar ook van vele anderen. Maar in de laatste 22 jaar dat ik terug ben gekomen en werkelijk ben geworden wie ik ben, kan je me alles vragen. Ja, want dat maakt het moeilijk wat je nu zegt. Je kunt die dingen niet vertellen ter bescherming van jezelf en van anderen. Ja. Kan ik heel goed begrijpen. Maar heel veel mensen vinden daarin een argument om te zeggen dat je een fantast bent. Dat het niet waar is wat je zegt en dat je blijkbaar een andere agenda hebt. Hoe kijk je daarnaar? Wat kun je daarover zeggen? Ja, dat snap ik heel goed. Ik bedoel, wat zij vragen, dat is... ik heb iemand gehad die zei, joh, geef even een cv. Ja. En dan kijk ik daarnaar en denk van, jongen, hoe kan je zoiets vragen? Ik bedoel, ik kan, ten eerste, ik heb geen cv, ik ben altijd zelfstandig ondernemer. Maar hoe kan ik nou een cv gaan schrijven over mijn eerste leven? Dat zelfstandig ondernemen,
ook in de auto's, ook in de textiel, hè, de damesmodelijn, in de import-export. Dat waren de toplagen. Denk je nou werkelijk dat ik toen de tijd een heilig boontje was? Hallo, ik was gewoon topcrimineel, ja? Hoe slecht wil je dat ik mezelf vertel dat ik slecht was? Mm-hmm. Moet ik zeggen dat ik een moordenaar was die ik niet was? Nee. Ik bedoel, wat willen ze dat ik daarover vertel? Ik kan niks vertellen. En het is heel simpel. Alles wat ik vertel voor de mensen die nog leven, die trek ik mee. Eigenlijk komt het erop neer dat het over, uit en sluit is. En dat allemaal om te bewijzen dat iets is wat is. De mensen kunnen ook eens gaan kijken naar de wereldwijde onderzoeken en getuigenissen die er al zijn. Want ik ben niet de eerste hoor. Nee. Het is nog veel erger. Dit is van alle tijden. Er is ooit een rebel geweest. Het was een timmerman. Ja, die deed hier op aarde wonderen. Die vertelde wie die was. De zoon van de Allerhoogste. Ja, die deden wonderen. Hè? En nog geloofden ze hem niet. Nee, weet je wat hij was? Van de duivel. Het was een satanist. Ja? Ja. Hoeveel willen de mensen nog hebben om eens een keer te zien wat er is hier op aarde? Mm-hmm. Hoeveel? Mm-hmm. Hoeveel? Ik snap allemaal waar ze het over hebben. Natuurlijk, ik snap het. Hun kunnen niet snappen waar ik het over heb, omdat het niet een onderdeel is van hun leven. Dat kan niet. Ik bedoel, dat is hetzelfde met het breekpunt waar jij dan naar vroeg, wat voor mij heel erg lastig was. Ik ben uitgenodigd. Denk je nou werkelijk dat ze zeggen, hé Ronald, we hebben een feestje, kom, even kindertjes hakken. Nee, zo gaat het natuurlijk niet. Waar haal je het vandaan? Ja. Dat is een heel zorgvuldig traject waarin twee van mijn collega's, die in de inner circle waren gestreden, die mij uitnodigden om ook in de inner circle te stappen. Ja. Want ik zou nog meer macht krijgen, nog ja. meer kracht. En dat was een vertrouwensrelatie die ze op een lange termijn hebben opgebouwd met mij. En ze dachten dat ik er wel klaar voor was. Mm-hmm. Hoe konden hun nou weten dat daar mijn trigger zat? Dat was helemaal de bedoeling niet. Dus het is onzin om te denken dat ik dus gewoon op een zaterdagavond, net als iemand gaat stappen, even in een slachtpartij beland met kinderen. Dat zijn de beelden die de mensen daarbij gaan halen. Terwijl voor mij de uitnodiging, de waarheid daarover, was al de shock die ik niet aankon. Nee. En dan hebben we het puur over een inner circle vanuit een religie die ziek is. En dat vinden we dan allemaal schokkend. Maar dan heb ik een andere. Het gaat ook over kinderen. Want als we het dan toch een keer allemaal op straat moeten gooien. Want de mensen blijven maar zitten waar ze zitten. Hè? Dat is het. Hè? De goede mensen. Het zijn niet de slechte mensen. Dat zijn er maar een paar. Slechte mensen doen hun ding. Maar het zijn de goede mensen wereldwijd die niks doen. Al heel lang. En daar ben ik een beetje boos op. En terecht. Want ik was nog in mijn jeugd. 15 tot 20 jaar. Via familie kreeg ik verhalen, eerste lijn te horen, van verpleegkundigen. Die waren uitgezonden op missie naar India. Om daar ontwikkelingswerk te doen. Die mensen, ik ga me proberen te beheersen. Die mensen, die waren na 4-5 jaar afgebrand, volledig getraumatiseerd, verpleegkundigen, terug in Nederland. Niemand mocht het weten. Maar waar ging het om? Kinderen, weer. Elke keer, kinderen. Organenhandel. We vinden het maar normaal dat er een kindje wordt gered. Maar waar komen die organen vandaan? En die kinderen leven nog op het moment dat ze de organen eruit halen. Die verpleegkundigen trokken het niet meer. India. Ik weet niet of het nu nog zo is. Wereld, sta op, gaat onderzoeken. Organenhandel. Kinderen. Hoor je niemand over. Niemand doet wat. Die satanisten, fuck ze. Dat is nog maar een klein zielig groepje. Organenhandel, wereldwijd. De god Mammon. Hoeveel shit willen jullie nog hebben van mij? Ik hoor nu verhalen met processen erbij in Engeland. Dat jonge meisjes massaal worden verkracht. Dat de daders worden vrijgesproken. We beschermen onze eigen kinderen niet. Wat is dit voor een zieke wereld? Het is onze toekomst. En ik kan ervan getuigen. Begin bij het beschadigen van de kinderen. Van jongs af aan. En je wereld wordt nog zieker.
Het is een boterbriefje voor de derde wereldoorlog en totale vernietiging van de mensheid. Als wij zo doorgaan, zoals we nu doorgaan, met onze jeugd, met onze kinderen. En dan vertellen ze dat ik een leugenaar ben. Een fantast. Kijk om je heen, word wakker. Je hebt mij niet nodig. Je hebt mij niet nodig. Helemaal niet. Ik ben misschien dan zover, eindelijk in mijn leven, hè, na al die therapieën en al die verwerkingen, dat ik eens een keer opsta voor de kinderen. Ik geef erom. Heel veel. En je bent het zelf geweest. Ja. Je weet hoe het is. Ja. Maar hebben ze ook 2 jaar helemaal uitgewoond. Hè? Ja. Toen was ik met mijn vader klaar. Toen werd ik via de Raad voor Kinderbescherming, werd ik in een opvanghuis geplaatst voor mij te beschermen. Toen kreeg ik 2 jaar lang zogenaamd liefdevolle verzorgers. Ja, ik wist niet eens wat het was, seks. Ik wist het niet eens. 2 jaar lang. Dan schreeuw je om je papa en je mama, terwijl je eigenlijk uit de hel komt, maar dat nog liever als dit. Ja, ik weet waar het over gaat in deze zieke wereld, want ik heb het allemaal zelf doorleefd. Vertel me dat ik een leugenaar ben. Ga maar eens naar jezelf kijken. Wie zit hier nu te liegen? Jij, jijzelf. Jij wil geen wereld zien die er is. Ik had beloofd vandaag mijn emoties te bewaren. Om het lekker monotoom te houden zoals het hoort. Maar ik kan het niet. Ik ben wie ik ben. En ik ben zo begaan met het leven. Dat is mijn missie. Dat is mijn missie geworden. Mijn levenstaak. Een goed beheer van al het leven. Dat is mijn missie. Voor de kinderen. En die trigger had je nodig. Ja. Ja. Daarom ben je waar nu. Ik heb verder geen boodschap aan al die mensen. Ik snap ze, ik begrijp ze, maar ik vraag ze alsjeblieft. Kijk eens in jezelf. Waarom triggert het jou als je mij ziet en mij hoort en met alles wat ik je te vertellen heb, wat gebeurt er in jezelf? Wat wordt er aangeraakt? Waarom kom je in verweer? Waarom kom je in de ontkenning? Waarom vind je het nodig vanuit je hoofd om mij af te branden? Want we hebben het er nu over. Een klein deel vond dat nodig. De massa niet. Maar een klein deel vindt dat nodig. Wat is er? Wat is er in jezelf dat je dit moet doen? Ga daar eens naar kijken. Wees eens eerlijk naar jezelf. Wat is je agenda? Wil je nou werkelijk dat de mensheid volledig altijd maar in dualiteit blijft? Of wil je dat we eens een keer samenkomen? Want dat kan. Ik ben er al mee bezig. Het wordt steeds groter. Het is een virus wat ze niet meer wegkrijgen. Het is een virus van onvoorwaardelijke liefde. Dat is wat we aan het verspreiden zijn. Waarin je niet hoeft te bewijzen wie je bent, maar gewoon zijn. Ik ben wie ik ben en ik heb voor de lol nu jullie mijn paspoort gegeven, dat je helemaal kan kijken. Nou, je kan er nog mee naar speciale diensten, dan kun je nog kijken of het misschien niet een falsificaat is. Hè? Maar hallo, ik ben er gewoon en ik sta. Je zegt, je hebt geen cv, ook van je verleden. Nou, je geeft heel duidelijk aan waarom dat is en hoe dat zit. Toch zijn er natuurlijk een aantal vragen gerezen na het eerste interview, vooral. Ja. En de vragen die ons bereikt hebben zijn bijvoorbeeld: wanneer werkte Ronald dan op de beurs? Want het is nergens terug te vinden. Nee, er is over mijn hele eerste leven weinig terug te vinden. Eigenlijk over mijn tweede leven ook niet zoveel. Ik ben niet het typetje wat, zeg maar, net als de hele kudde zich op het internet begeeft. Hè? Ik bedoel, de meeste mensen hebben iets met privacy. Maar in de tussentijd zie ik ze alles, maar dan ook echt alles op internet delen. Uit het niveau waarin ik heb gespeeld en waar ik uit kom. Als je die kringen zou willen onderzoeken, dan zou je eigenlijk niks vinden. Wij komen niet voor op internet. Ik heb uiteindelijk als lolletje, omdat ik was met een manifestatie bezig die het nodig had om ook op internet te zijn, heb ik samen met mijn partner, hebben we in 2008 de familie Blij opgericht. En het leuke was, de gedachte erachter was, als je met elkaar een familie gaat worden. Dus bedrijfjes, ondernemers, particulieren. Je verenigt elkaar in één familie.
Dan kan je een manifestatie organiseren, zoals ik ook altijd werkte in het sociaal-maatschappelijke, met elkaar, hè? Het van, voor en door elkaar. Nou, en als je dan lid werd, dat hadden wij bedacht, als je dan lid werd van de familie Blij, dan kreeg je de kans om de adoptieve naam Blij achter je eigen naam te zetten. Aha. En ik werd lid, en met mij al vele anderen, want je vindt ze wel terug hoor op internet. Die hebben dus de kans, als ze dat wilden, de kans gehad om bijvoorbeeld, bij mij is Ronald Bernhard, dus dat werd dan Ronald B. Blij. Aha. Nou, dus op die manier heb ik onder pseudoniem een account aangemaakt om op social media, in Facebook en LinkedIn, een account te hebben om dus de manifestaties waar het daar om ging, hè, nieuwe organisaties, te kunnen hosten. Want zonder privéaccount kan je er niet op. Dus ik kwam op, misschien is een heel klein artikeltje, verdwaald artikeltje van een ander project, kwam ik gewoon niet op internet voor. Mijn vrouw komt ook niet voor op internet. En er zijn velen in mijn kringen die niet voorkomen op internet. Want wij hebben niet de behoefte om onze hele privacy en ons hele hebben en houden op internet te zetten. Dat is ons goed recht. Ja. Dus er is niet zoveel op ons te vinden. Aan de andere kant, dat is dan weer het grappige, als je de massa ziet op internet, hè, iemand meldt zich aan of wat dan ook, tikkidikkidikkidik, via Facebook, weet ik wat allemaal, tot aan hun kinderen, alles, maar dan ook echt alles, hun geboortedatum, wat ze die dag doen, hoe het kind heet, wanneer het geboren is, je krijgt alles van de mensen te weten via internet. Moeten ze zelf weten. Bezit maar, van de overheid. Wat is het? We zijn bezit van de overheid. Ja, alleen we werken er wel heel erg aan mee, hè? Ja. Ik bedoel, ze hebben het allemaal over hun privacy, maar ze gooien alles op straat. Nou, wij zijn niet zo en wij doen dat ook niet. Dus je zal niet op internet veel over ons vinden. Maar over die cv, want cv is toch wel een thema geworden in Nederland voor sommige kringen dan. Mm-hmm. Ik wil nogmaals herhalen, ik heb namelijk een correspondentie gehad met een meneer. Ik heb aangegeven, ik heb geen cv, want ik ben mijn leven lang zelfstandig ondernemer. Ik heb nooit bij mezelf hoeven solliciteren. Tweede wat ik heb aangegeven, ik ga nooit een cv schrijven over mijn eerste leven. Dat heeft ook helemaal geen zin. Want alles wat ik daarin schrijf, zijn aanwijzingen, ja, naar de diepere lagen. Want alles wat ik deed, officiële bedrijven, had ook een onderlaag. Ja? Zeg maar, heel veel wat het daglicht niet kon verdragen, speelde zich af in die onderlagen. Ik ben niet zomaar in de financiële wereld beland. Ja, dat heb ik misschien niet ver genoeg uitgediept in het eerste deel. Maar je komt niet zomaar aan een zetel. Het is niet zo van, och, hè, er is een zeteltje te koop. Het is allemaal vrij naïef om dat te denken. Dus om te voorkomen dat er vanuit die periode, hè, want we praten over, weet je, je praat over een periode van 1982, ik moet goed terug gaan graven, 1982 tot en met einde 1994. Dus je praat over 12 jaar dat ik bezig ben geweest, tekeer ben gegaan in allerlei vormen als zelfstandig ondernemer met onderlagen die het daglicht niet konden verdragen. Ja. Daar hangen heel veel belangen aan van heel veel mensen. Ik ga dat nooit kenbaar maken. Ik kan trouwens ook niet, bijvoorbeeld mensen die mij hebben gemarteld. Dacht je nou werkelijk dat ik die kon opbellen? Ja, dat gaat niet eens. Maar stel, hè, want we moeten allemaal getuigen hebben. Denk je nou werkelijk dat die mensen zeggen, ja hoor, dat klopt. Ik heb hem die behandeling gegeven, die behandeling. En denk je nou werkelijk dat mensen die met mij wissels maakten om landen kapot te maken, dat die allemaal zeggen, ja natuurlijk, dat deden wij, we vonden het leuk. Nee, dat gaat ook niet. Er is niemand in mijn kringen die het gevoel heeft of de behoefte heeft, als ze nog leven, om daarover te getuigen. Ik kan nog wat erover vertellen. Toen ik gecrashed ben, opnieuw tot leven ben gewekt. Hè? De huilende moeder. Ik ben daarna meer dan een jaar in diverse privéklinieken gekomen om te herstellen. Die hadden beroepseed. Geheimhoudingseed. Uiteindelijk, naarmate ze zagen wat er aan interne verwondingen ook waren,
gewoon eigenlijk alles met mij, begonnen ze zich af te vragen wat er allemaal gebeurd was. Toen hij, ja, het blijft een lastig stuk gewoon. Je moet het maar eens meemaken. Ja? Het is een beetje hetzelfde als dat je nu heerlijk in Syrië zit. De helft van je gezin aan een flarden wordt geschoten. Je hebt er echt last van. Dat duurt heel lang om trauma's te verwerken. Zeker. Maar ja, het is toch niet echt, hè? Jongen, wat een hufters. Ja. Maar goed, ik vind het echt hufters. Maar goed, ik weet, de troost is, alles slaat terug. En ze zitten zelf in een tekort. Ze slaan, alles slaat terug. Want ik heb geen wroeging, ik vind het gewoon hufters gedrag. En ik snap het allemaal. Ze moeten bij zichzelf te raden. Ja, want daar is nog een hoop te helen. Maar als het gaat om het herstel, toen werd er dus vanuit artsen gevraagd wat me allemaal was overkomen. Toen ben ik, net als nu, de waarheid gaan vertellen. Weet je wat ze deden? Ze huurden, of riepen, allerlei specialisten in. Die psychiaters, psychologen. Iedereen moest in mijn hoofd gaan kijken van, dit kan niet waar zijn. Hè? Je vertelt een film, De Fantast. Ja. Toen heb ik uiteindelijk, want ze hadden heel veel diagnoses gesteld. En kreeg er eigenlijk humor in. Ik denk, goh, dat zijn allemaal van die zeer geleerde knappe koppen. Allemaal van die professoren die allemaal diagnoses op me stellen. Terwijl ik gewoon de waarheid zit te vertellen. Maar niemand gelooft me. En toen heb ik toestemming verleend om een paar dierbaren, die echt vanuit de dichtste kring bij mij zaten, vertrouwensrelaties, heb ik toestemming verleend om hun te gaan interviewen. Een paar weken later. Ik zie de witte jasjes met de mapjes nog beteuterd binnenkomen. Sorry, Ronald. We kunnen je niet helpen. Je trauma's zijn zo ernstig, dat kunnen wij niet. Zo. Eindelijk geloofde iemand mij. Mensen kennen de wereld niet waar ik uitkom. De meeste niet. Nee, maar die is ook relatief klein. Ja. Ten opzichte van de Matrix, hè, waar iedereen in leeft. Ja. Het is een beetje als in die film. Dat waren er ook niet zoveel die er buiten leefden. Maar die leefden in de werkelijkheid. De Wizard of Oz en zijn vriendjes. Ja. Achter het gordijn. Ja, sorry dat niet alles met de billen bloot kan. Ja. Ik heb niet alleen rekening te houden met mezelf. Kinderen gaat me heel erg aan, want ik heb ook reacties gehad van ja, je had naar de overheid moeten lopen, dit en dat. Je moest eens weten wat ik met die overheid uit te staan heb gehad. Die overheid dient ons helemaal niet. Nee. Ja? En wat had ik dan moeten zeggen? Ja, ze hebben me uitgenodigd. Voor wat dan? Waar zijn de bewijzen dan? Die zouden me dan in één keer wel geloven, terwijl mensen me niet geloven. Er komen nu toch ook geen reacties? Het is overal terecht gekomen, ook bij de overheden. Het is heel ernstig, want waar ik over praat is al lang geleden. Maar als ik zie wat er, nou dagelijks wil ik niet zeggen, maar toch wel heel regelmatig allemaal in het nieuws komt. Wat er met kinderen gebeurt. Hè. Het gaat niet alleen over kinderoffer of kindermisbruik of donorhandel, hè, organenhandel. Het gaat over zoveel meer. Mm-hmm. Het gaat over zoveel meer. 17.000 kinderen per dag sterven alleen al aan honger en dorst. Ja. Zijn we helemaal van beton geworden met z'n allen? Wat is er in deze wereld mis? Mij gaat het erg aan het hart. Daar zet ik me voor in. En dat zal ook gaan gebeuren. Want ik merk, dat is het mooie aan het verhaal, dat steeds meer mensen beginnen op te staan. Steeds meer begrijpen, wij zijn de verandering. We creëren zombies die niet eens meer uit een schermpje komen. Er zal een keuze gemaakt moeten worden. Die Matrix, die gaat werkelijk spelen. Op basis van het huidige vampiristisch systeem zijn we de aarde aan het slopen. We hebben straks geen eens een aarde meer waarop we kunnen leven. Nederland is het donkerste gat op aarde. Hieruit is bijna alle shit gebeurd, ontstaan. Het is dus ook onze taak om het om te draaien vanuit Nederland.